Nee. Ik laat mij eigenlijk niet bang maken door niemand. Je bent zelf! Schoolgaande. Het gaat fenomenaal. Straatintimidatie. Het is nog steeds een groot probleem waar ook geen echte oplossing voor lijkt te zijn. 2 op de 3 vrouwen werd in het afgelopen jaar wel eens lastiggevallen. En in het ergste geval was er zelfs sprake van een achtervolging. De vraag is, hoe erg is het eigenlijk in Den Haag? Dag mevrouw. Wordt u wel eens lastiggevallen op straat? Behalve door mij nu. Door mannen? Of door vrouwen misschien wel? Nee. Nee? Nee. Vroeger ook niet? Ik ben iemand dat ik niet zoveel buiten kom. Ik ben meer binnenmens. En ik ga niet in donker weg. Mijn honden laat ik nooit in donker uit. Nee? Nee. Die hoeven s'avonds niet meer te plassen? Nee. Maar s'avonds hebben we dat op balkon. Oh, lekker op balkon pissen. Kleine hondjes zijn ze. Of met mijn man gaan we samen. Worden jullie wel eens lastig gevallen op straat? Ja, soms. Alleen, zeg maar, bijvoorbeeld na het uitgaan of zo. Oké, dus s'avonds, s'nachts. Ja, dat vooral eigenlijk inderdaad. Vooral s'avonds, dat wat grimmiger wordt. En dat mensen dan, vooral mannen eigenlijk, dan gaan zeggen... Pst, meisje, en dat soort rare opmerkingen eigenlijk. En dat vind ik altijd wel heel erg naar. Dus vooral s'avonds en s'middags valt eigenlijk altijd wel heel erg mee. Ja, in de avond meestal. Ja, als je naar huis gaat. Maar je dacht, dat zijn wel echt oude mannen die dat doen. Ja. Oude mannen? Vieze oude mannetjes? Ja. Maar wat doen die dan? Gewoon fluiten en vragen of ze mij moeten brengen naar huis. Hoe oud zijn jullie? 14. 14, 15? Ja. Maar wat denk jij dan, als dat gebeurt? Het is te vaak gebeurd dat ik er gewoon aan gewend ben. Ja. Dus dan loop ik gewoon verder. Ja, dus je zo op ingaan, zeg negeert maar. Het gewoon. Ja, zeker. Wist je dat 2 op de 3 vrouwen last heeft van straatintimidatie? Ja, natuurlijk, dat heb ik gelezen. Wat vind je daarvan? Dat vind ik hartverscheurend. Ja. Dat moet allemaal, dat mag allemaal. Ga je bij jezelf ook wel eens raden van, nou, ik doe daar ook aan mee, ik fluit ook wel eens naar een vrouw of ik... Van wat wel fluiten of niet? Nou, ja, je mag fluiten, maar ik ook niet, je mag wel praten ook. Ja, maar heb je dan wel door waar de grens ligt van, ze wil het niet? Of... Ja, hoe kun je dat weten? Iedere vrouw is verschillend. Bij de kick op de fluiten. Maar hoe doe je kick. Dat dan? Hoe doe je dat dan, dat fluiten? Kun je dat eens voordoen? Natuurlijk kan ik fluiten. Maar ik ken haar niet fluiten. Oh. Maar goed. Ja, niet oké. Okay. Nee, zeker niet. Nee. Maar ja, het gebeurt. Ja. Heeft u het zelf ook wel eens ervaren? Nee, niet echt een negatief. Ja, ik trek me er niet zoveel van aan. Nee. U ervaart het als positief? Nee, zeker niet. Nee, tuurlijk niet. Dus, nee, maar goed, het kan ook zijn dat iemand fluit of iets roept. Ja, klopt, tuurlijk. Dat is me ook wel eens overkomen. Hè. Maar dan heb ik zoiets van, laat ik kwaaien. Ja. Ja, ik kan er wel tegen ingaan, maar wat bereik ik ermee? Vindt u ervan, meneer? Ja, je moet gewoon niet zo van zeggen. Gewoon negeren is het beste, denk ik, in deze tijd. Heeft u zelf ook wel eens een vrouw nageroepen? Of, Nee, ik zie het nut daar niet van in. Nee. Nee, echt niet. Zal ik even weglopen kijken wat hij dan zegt? Ja. Even, ze luistert niet mee. Nee, echt niet. Nee. Oh, nee. Dat heeft helemaal geen nutje. Nee. Ik heb een aardige vrouw en heb ik genoeg aan. Dus, Ja, hier in de stad heb je dat wel echt heel vaak hoor, dat je wordt nageroepen en dan met allemaal rare namen. En ook als je aangeeft dat je echt minderjarig bent, zeg maar, ze begrijpen de hint gewoon niet. Of dat je zeg maar, ik heb hier ook dat ik werd aangesproken en dat zo'n man tegen me zei van, ja, je bent echt prachtig, voor jou zou ik echt aan de kant gaan en zo. Maar het was echt zo'n hele oude man en dat is gewoon, het is echt niet charmant, zeg maar. Nee, het is gewoon vies en eng, denk ik. Ja, het is echt heel vies en heel eng. Ben je wel eens achterna gezeten ook? Ja. Achtervolgd, omdat ze achter je aan bleven lopen. Heftig. Heb jij dat ook meegemaakt? Ja, want je ziet ook echt dat ze ouder dan je zijn. En zij kunnen ook echt zien dat je jonger bent. Maar ze stoppen er dan gewoon niet mee. Dan denken ze gewoon van... Want jij bent hoe oud? 14. 14. Mm-hmm, ja. Kijk, de essentie van de verhalen. Ze zijn vrouwen die progresseren. Oh, en hoe doen ze dat dan? Nou, je bent ook een man. Ja, maar wat bedoel jij met provoceren dan? Dan zie je ze, dan gaan ze lopen. Ik zit op een bankje, een biertje te drinken. Maar ik zie ze al van een kilometer af, dan lopen ze ook. Nou, ze moeten eigenlijk niet lopen, die vrouwen. Dat is beter van niet. Wat die? Ze moeten niet lopen. Nee, ik zeg, ze gaan lopen. Die vrouw mag er wel lopen, of niet? Ja, jij zegt dat ze lopen en dat provocerend is. Nee, laat me niet aanpraten. Dus ze lopen zo in een kerk, zo dan zo. Niet verkeerd. Ja, wel lekker man voor. Ja. Ja, dat herkent iedereen wel. Komen ze, en dan zijn ze net voor mijn bankje zo. Doen ze de jasje open.
Die bram en zo. Ja, misschien hebben ze het warm. Dan hebben ze het warm, jij je zit. Dan hebben ze het warm. Ja. Het loopt 6 graden onder nul, ze hebben het warm, of boven nul. Dan hebben ze het warm. Dan kijk ik zo, dan zeg ik... Dan doen ze zo... Dan trekken ze aandacht, ze willen aandacht trekken. Die vrouwen, maar niet alle vrouwen willen dat, denk ik. Dat hoor je mij toen niet zeggen. Nee, maar er worden natuurlijk ook vrouwen echt lastig gevallen die niks ik doen. Ik vroeg alleen een vrouw lastig, waarom zou ik? Nee. Alleen af en toe even fluiten. Wat die? Alleen even fluiten af en toe. Maar fluiten, knipoogie. Heeft u wel eens last, of gehad misschien, van straatintimidatie? Ik heb geen last van iemand. Nee? U wordt nooit nageroepen of achterna gezeten? Nee. Dat gebeurt u niet? Ik zou zeggen nee. Vroeger ook niet? Nee. Ja. Ik laat mij goed niet bang maken door niemand. Je bent zalo! Fijne dag. Max, doei. En kijk je uit van de boepjes. Zo is het. Wat denken jullie nou dat de oplossing is tegen straatintimidatie? Want het is niet strafbaar. En gewoon, het is natuurlijk ook heel moeilijk te handhaven. Ja, het moet gewoon strafbaar worden en gewoon een hele hoge straf hebben daarvoor als je dat doet. Ja. Ik vind dat gewoon niet. Dat is de oplossing. Simpel. Ja. Ja. Nou, gewoon mannen van jongs aanleren dat het niet oké is. Ik denk dat vrouwen er vrij weinig aan kunnen doen, want het maakt eigenlijk niet uit of je... lang bent gekleed of dat je gewoon... Als je vuilniszak aan doet, dan... Ja, het maakt niet uit. Nee. Hoe dan ook, ze gaan het toch wel doen. Dus ik denk dat het probleem ligt wel echt bij de man. Ja, opvoeding. Ja. Is dat het? Ja. Okay. Goed, jij doet af en toe wel eens even knipogen of even fluiten. Maar als een vrouw dan niet reageert of ze wil niet, laat je het dan ook met rust? Wel, tuurlijk. Ik heb toch een trek. Ik ben graag 16 jaar. Ik geloof 1500 vrouwen gehad. Wie? Dan... Jij? Bij mijn zuster. 1500 vrouwen? 1500. Zo. Maar... Is dat een beetje grootspraak of is het... Pardon? Is het echt 1500? Ja, nou, een bescheidenheid. Ja, maar een vraagje hier, een vraagje daar. Ja, je wil wat. Ja, dat kost toch niks? Ja, ik doe ze toch geen kwaad? Kijk, ik geef hun een dalle zin en hun geven mij een dalle zin. Maar als je een vrouw bemint, dan moet je ook zo dat die vrouw ook plezier van heeft. Ja, precies. Daar gaat het om. Dat is eigenlijk de essentie. Ja, dat is toch? Zijn we eruit? Wat? Zijn we eruit? Job. Fijne... Oh, dat was geen goeie. Fijne dag. Hetzelfde. Hoi. Have a nice day. Have a nice day.